jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung. Zo eng. Alle auto's checken of ze erin zit. Vond me goed. Ze daagt ons wel echt uit. Was dat stuk? Is hier geweest, ouwe. Let's go, let's go! Ah! Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Daar staat ze! Daar staat de contract op de raad! Wie blijft er uit handen van Stuk TV? Dit is het jachtseizoen. Zo, Nicky. Jij denkt het tegen ons op te kunnen nemen? Luister, wij openen zo meteen de deuren van jouw cel en dan mag jij beginnen aan jouw ontsnappingspoging. Je krijgt 20 minuten voorsprong en daarna komen wij direct in actie. Je krijgt van ons ook een GPS-tracker mee en die stuurt om de 10 minuten jouw locatie door. Lukt het jou langer dan 4 uur uit handen te blijven van ons, dan staken wij de jacht en dan ben je vrije voeten. Maar lukt dat je niet, dan ga je meteen terug de cel in. Is dat duidelijk? Dan ga ik je terugbrengen naar je cel. En zodra we op deze knop drukken, start het spel. Vandaag worden de boys van Stuk TV uitgedaagd door beauty en make-up guru Nicky Tutorials. Nicky de Jager maakt al 9 jaar Engelstalige YouTube-video's over make-up en lifestyle. Met meer dan 7,5 miljoen abonnees, internationale prijzen en samenwerkingen behoort ze tot de absolute wereldtop. We starten vanuit de voormalige gevangenis aan de Schutterswei in Alkmaar. Na de ontsnapping uit haar cel krijgt Nicky 4 uur lang de kans om uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan. Als eerste vrouw in het jachtseizoen zitten is echt mega eer, maar ook zo eng. Yes, eindelijk een vrouw. Dus ja, die moeten we pakken. Dat vind ik echt leuk, maar we hebben dus wel echt geen idee wat we kunnen verwachten. Ze gaan het weten dat ik als eerste vrouw ze verslaan. Maar voor vrouwelijke kandidaten gelden gewoon dezelfde regels. Nicky draagt tijdens haar ontsnapping een GPS-tracker. Haar locatie wordt iedere 10 minuten doorgestuurd naar Team Stuk. We zijn hier in Alkmaar op een locatie waar we al eerder geweest zijn. We weten dat hier treinstations in de buurt zijn. Er zijn veel grote snelwegen in de buurt en best wel veel grote steden. Amsterdam ben je ook zo. We blijven aan de haal. We gaan constant het hele land door. Nicky heeft wilde plannen, maar krijgt net als iedereen maar 20 minuten voorsprong. Daarna mag Team Stuk de jacht openen. Ze beschikken over een snelle bus vol high-tech equipment, communicatiemiddelen en een drone. Nicky beschikt over niets. Ze heeft ook geen geld of telefoon op zak. Ik hoop dat ik mijn charmes in de strijd kan gooien en dat ik zeg, mag ik even mee met jou? Je moet haar niet onderschatten. Nee. En ik denk dat ze veel gebruik heeft gemaakt van vrouwen. Vrouwen helpen elkaar toch? Nicky zal alle hulp kunnen gebruiken, want ze moet zich wel aan enkele regels houden. Ze mag nergens naar binnen gaan, met uitzondering van openbare gebouwen. En ze mag niet langer dan 20 minuten achter elkaar in hetzelfde voertuig zitten. Boys, we don't know what's gonna hit ya. Druk maar op die knop. We gaan de eerste vrouw laten ontsnappen. Ik ben benieuwd. Nicky is ontsnapt en zal nu moeten proberen zo snel mogelijk deze locatie te verlaten. Oh, shit, auto. Maar langs deze doorgaande weg is het moeilijk auto's aan te houden. Waarom stopt er nou niemand? Nicky smeekt om hulp, maar het mag niet baten. Maar nou heb ik een probleem. Mogen wij misschien 10 minuten met u meerijden, want ik word achtervolgd door Stuk TV. Oh, sorry. Ik vraag me echt af of we hier überhaupt wegkomen. Oh, het is al 10 minuten! Nee! En dat betekent dat Team Stuk de eerste GPS-locatie van Nicky binnenkrijgt. Ze heeft niet veel meters gemaakt, 300 meter. 300 meter, maar? Ja, dat is hier, dat gaat, is voor de deur. Ze gaat richting een park, zie ik. Ik ben benieuwd. Ze heeft nog 10 minuten, dus ze kan nog alle kanten op. Ja, want Team Stuk zal nog 10 minuten moeten wachten voordat ze de jacht mogen openen. Nicky probeert nog steeds een lift te regelen. Ja, dat is prima als we maar hier vandaan zijn. Ja? Gaat lukken? Ja, oh, top!
Oh jongens, jullie zijn echt mijn reddende engel. Het is eindelijk gelukt. En net op tijd verlaat onze boef de startlocatie. Ik ben zo blij met u. Deze eerste lift rijdt Nicky richting de snelweg. Meneer, u weet wel dat u nu medeplichtig bent, hè? Ja, ja. Zeker. We gaan mee. U zit gevangen in uw auto. Pas maar op. Ja, ik rijd wat harder. Ja, ja. En terwijl onze boef het tempo opvoert, zijn de 20 minuten voorsprong voorbij en opent Team Stuk de jacht. We gaan al meteen heel erg lekker. Als ik nu naar de teller kijk, dan zijn we al 46 seconden te laat, dus we moeten al lang terug zijn. En de jongens zullen vaart moeten maken, want de GPS-locatie laat zien dat de boef al een aardige voorsprong aan het opbouwen is. Shit, ze zit op de A9, man. Oké, we gaan rijden. Oh, eerste bocht, toch? Gaan we nu al beginnen? Ja, oké, is goed. Heb je nou ingevoerd waar we heen moeten? Ja, kijk. Zitten we 20 minuten achter al? Ja, gek hè, als je 20 minuten voorsprong geeft. Oké, dus we zijn nu onderweg naar Het Geest. Wat is dan een logische stap om daarna in te gaan? Ik naar Zandam, die richting. Oké. Terwijl Nicky volop plan aan het maken is voor het vervolg van haar ontsnapping, treffen de boys een kleine verrassing aan in de bus. Wat is dit? Dit is een briefje, ouwe. Wat? Ze heeft een briefje in onze bus achtergelaten. Nee! Ja, kijk dan. Nee. Kijk. Dit is echt bizar. Boys, catch me if you can. En dan met een kus van Nicky op een blaadje. Wat goor deze. Ze daagt ons wel echt uit. Uitdaging geaccepteerd. Kom maar door met die GPS-locatie. Dus ze weten nu dat wij ons hier bevinden. De toegestane 20 minuten in dit voertuig zijn voorbij. En Nicky zal bij dit hotel dus op zoek moeten naar een nieuwe lift. Meneer, niet zwaaien, me meenemen. En terwijl Nicky heel beleefd alle hotelgangers vraagt of ze mag meerijden, krijgt Team Stuk haar locatie binnen. Hey, nieuwe locatie. Ze zit op deze weg, man. Ze zit op deze weg. Gassen. Dat zie je voor. Dat is op deze weg. Dat is 4 minuten hier vandaan, gek. Team Stuk snelt naar het hotel. Maar Nicky nog steeds problemen heeft om weg te komen. Ik voel me echt zo kut. Niemand wil me. Zit er poep op mijn gezicht of zo? Don't answer that. Misschien lukt het wel bij de internationale gasten van dit hotel, Nicky. We mogen rijden voor 10, 20 minuutjes. I don't understand. Can we please, I beg to God, can we... Can I please join you in your car? Can you drive me as far away from this place for 20 minutes? Please? Okay. Oh, let's go! Okay. They're close. Okay. Go up front. Step on the gas, girl. Ja, kijk, bij dat hotel, daar stond ze. 100% heeft ze daar gestaan. Hier is ze geweest. So we need the highway that way. That way, okay. Oh, je ziet hier een oranje hesje staat hier. Hier oranje hesje. Oh, dit is wel echt gevaarlijk. Dit. Oh, kijk dan. Oh, hier oranje hesje. Oh, dat is wel een lastige deze hoor. Maar terwijl de boys worden afgeleid door deze wegwerkers in oranje hesjes... En deze passage is door Nicky niet onopgemerkt gebleven. We gaan dus na het piepje pas weg. Dus nu waren dat ze niet. Was dat stuk? Kim, did you see that black van? Yes. Those were the guys. We have to get away from that van so fast. Oké. Nee, je ziet ze niet in. Dit is de laatste locatie. Dit is de laatste locatie. Hou je ogen open, jongens. Ik denk dat we oprecht... Kijk, elke bus, hè? We moeten er even uit. Hebben jullie iemand gezien met een oranje pak aan die hier is geweest? Nee. Voor een lift? Nee. Er liep er straks eentje over de parkeerplaats. Ik stapte uit een auto, daar was nog iemand. Ja, zie je. Ze is hier geweest, ouwe. Maar ons boefje is inmiddels onopgemerkt gevlogen. Ik hoop dat ze me niet hebben gezien en dat ze dus nu daar aan het zoeken zijn. Oh, maar nu al gewoon. Jezus, nieuw seizoen en ze zijn nog sterker. Team Stuk doorzoekt de parkeerplaats van het hotel. Totdat er een nieuwe GPS-locatie binnenkomt. Ik krijg een nieuwe locatie. Nee. Ze is al weg, man. Waarheen? Oké, go. Hier rechts. Nicky heeft geluk gehad dat de boys er niet hebben gezien. Ik denk dat we haast serieus gepasseerd zijn. Dat denk ik dus ook. Moet haast wel. Mocht ik nou Nicky nou straks pakken, dan laat ik in ieder geval zien dat ik het briefje heb gevonden. Dus we maken er even een foto van. Ik kan ze inlijsten als we er gepakt hebben. Ja, precies. Ja, wat nou? Catch me if Nicky, you can. Deze is voor jou, zul je pakken. Ga je sowieso pakken. Giel, jullie moeten Nicky binnen 4 uur zien te pakken, hè? Misschien kan je beter even navigeren in plaats van selfies maken. Ja. Moesten jullie niet rechts? Ja. Ja. Kut! Nee, meen je dit? Ik ben niet aan het opletten. Ik denk dat ze verwachten dat we dus naar Amsterdam gaan. Wat doen we? Nee.
gaan richting Beverwijk. Ik kan nu gewoon echt de slechtste fout van mijn leven hebben gemaakt, maar... Mogen wij mee? Mag ik voor mij rijden? Oh, ja. Dus het lief, een drukkere plek in IJmuiden, dat we snel weer ergens bij iemand in kunnen. Oh jongens, het regent zo hard als Nicky nu buiten staat. Ja, dat is wel snel voor zo. Ik krijg geen lift hoor. Nicky heeft het eerste uur overleefd en krijgt dus via de app haar afstand tot 10 stuk binnen. Oh my god, ze zijn maar 7 kilometer van vandaan. En ook 10 stuk heeft een nieuwe GPS-locatie. Wat? Ze zitten in Beverwijk. Beverwijk? Oké, door. Deze weg moet je gewoon door, ja? Maar Nicky heeft het spelletje goed door en was niet van plan om lang in Beverwijk te blijven. En Muiden? Ja. Dat meen je niet, dan kan ze nooit weg, hè? Stationsweg, zeg jij. Nicky hoopt dit kat-en-muisspel nog lang vol te houden en gaat dus snel op zoek naar een nieuwe lift. Dan ga ik jullie smeken. Willen jullie ons 10 tot 20 minuten hier ver vandaan rijden? En slim als ze is, wacht Nicky nog even haar GPS-signaal af voordat ze vertrekt. Oh, dus nu weer een piepje afgegaan. Dus nu weten hun dat wij ons hier bevinden. Niet wetende dat Team Stuk maar enkele blokken van de locatie vandaan is. Oh, dit is zo gevaarlijk erbij, jongens. Fuck doet ze hier, ouwe. IJmuiden heeft maar enkele doorgaande wegen, dus de kans dat ze elkaar hier tegenkomen is groot. Holy fuck, maat! Ze zitten in die fucking auto daar, ouwe! Wat zijn ze? Oh my god. Ze zijn niet omgekeerd. Ze zijn niet omgekeerd. Oh, dat meen je. Het is al de tweede keer dat we gewoon er langs rijden. De mannen van Stuk twijfelen of ze Nicky nou wel of niet hebben gespot. Ja, 100%. Weet je het? Ik denk het 100% te weten. Ik weet ook 100%. Oké, let's go dan. God, dan zijn ze al zo snel, zo dichtbij alweer. Nicky beseft zich dat ze beter van auto kan wisselen. En laat zich afzetten op het parkeerterrein waar ze enkele minuten geleden is ingestapt. Mag ik jullie om hulp vragen? Ja, is goed. Ja, open! We moeten echt hier zo snel mogelijk vanaf. Het was een grijze auto. 100% een grijze auto. Oh jongens, we krijgen een nieuwe locatie binnen. Ze is deze weg afgegaan. Echt waar? We zijn verkeerd aan het rijden. Ja, misschien moet ze inmiddels die auto weer uit. Hè? Dus dan loopt ze hier gewoon rond. Hè? Nou, flik die fucking drone in de lucht dan hier. Ik ram me hier neer. Zit hier gewoon ergens in de woonwijk. Oranje pak. Goed kijken naar oranje pak. Hebben jullie toevallig iemand gezien in een oranje pak? Niemand voorbij gerend? Ik kan niet in auto's kijken, toch? Het is niet hier in de buurt. Ik heb net gekeken. Dus is hier niet meer, man. Is er een nieuwe locatie binnen of niet? Check het even. Ze is hier niet meer. Velse Zuid. Oh shit. Go. Voor de tweede keer is Nicky ontkomen aan Team Stuk. Voel me goed. Totdat ik natuurlijk zo weer in afstand zie, dan voel ik me minder goed. Ik denk elke vorm van tactiek die ik van tevoren bedacht had, er is echt geen kruimel meer van over. Nee, hebben ze een helikopter gepakt of zo, pik? Wat? Wat is er met Haarlem? Haarlem? Hoe kan ze zo? Zal ik jullie hier anders afzetten? Dankjewel. Oh, okay. Ja. Ja, ga checken. Ja, oké. Dus deze lieve mensen willen onherkenbaar in de auto, wat wij natuurlijk tot in de volle respecteren. Oh jongens, wordt het echt verneukt? Ja, wordt het echt verneukt. Nicky blijkt niet alleen verstand te hebben van make-up, want ook het tweede uur is ze uit handen gebleven van Team Stuk. Ah, goed bezig jongens! 8 kilometer van ons vandaan. Oh, ze is het centrum ingedoken. Ja? Ja. We komen echt in de buurt. Net was nog een kwartier, nu nog maar 6 minuten. Ze lopen echt goed in. Alleen, ze zit nu midden in het centrum van Haarlem. Onze boef heeft werkelijk geen idee waar ze is. Het is wel mooi hoor, waar zit ik? Hoppatee. Ze moet direct zijn. Check die auto's. Nicky heeft haar vorige auto alweer verlaten. Maar blijft niet te lang stilstaan. Zullen we meegaan? Mogen we mee? Ja, hoor. Ja, dat was het. En sinds dat je bij IKEA bent. De zenuwsloop het spel. Oh, het is verschrikkelijk, mevrouw. Ik denk dat ik echt 10 jaar van mijn leven heb ingeleverd. Ja, Nicky. En je GPS-locatie verraadt dat je op dit moment bij de Zweedse meubelgigant staat. IKEA? Ze is bij de IKEA. IKEA Haarlem. IKEA. Oh, shit, dat is raar! Ja, dat is raar! Oh. Dat is hier rechts, hè? Ja, hier rechts. Let's go, IKEA.
zouden we heel misschien voor 10, 20 minuutjes bij jullie mee mogen rijden. Ja. Net op tijd heeft Nicky een lift te pakken. Alle auto's controleren. Alle auto's checken hier. Alle auto's checken. Alle auto's checken als ze erin zitten. Waar zit je, krenk? Waar zit je, verdomme. Laat je gezicht zien. Kom maar. Laat je gezicht zien. Laat je gezicht. Ja, daar zit ze. Waar zit ze? Ja. Stap uit dan. Laat me eruit. Wat? Laat me eruit. Kom eruit. Kom eruit. Stap uit dan. Laat me eruit. Oh, het is groen. Het is groen. Het is groen. Het is groen. We moeten draaien. Kijk welke auto het is. Het is die auto daar. Let's go. Let's go. Ja, deze. Ah. Dat wordt hem. Kutzooi! Kutzooi! Fuck! 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 No way! So you saw those guys running? I stole the car as well. That was them. Oh my god! Ze rijden met piep in de banden weg. Zat ze in die fucking auto? Ze zat in die auto, hè? Sowieso. We zijn er kwijt, man. Shit! Pink, je had het bijna! Fuck! Zit, we staan hier ook helemaal vast in. Oh. Het was zo dichtbij. Ze trokken gewoon bijna de deur open. De boys zijn Nicky kwijt en moeten dus wachten op een nieuwe GPS-locatie om de achtervolging weer te kunnen voortzetten. Beverwijk. Ik denk echt dat we ieder moment gepakt kunnen worden. Echt, ik vertrouw geen ene auto. Na 20 minuten in deze auto zal Nicky toch echt op zoek moeten naar een nieuwe lift. We moeten hier weg, bijvoorbeeld hier weg. Meneer, gaat u weg? Oh, echt redding gewoon. Oké, maar waar moet je uiteindelijk naartoe? Weg van hier. Nieuw dit seizoen is dat tijdens het laatste uur van de ontsnapping het spel nog uitdagender wordt. Team Stuk krijgt namelijk vaker de GPS-locatie door. Dat betekent dat we nu om de 5 minuten haar locatie doorkrijgen. Aan de boef dus de taak om in het laatste uur volop in beweging te blijven. Ze staat in het centrum van Beverwijk! Nee. 5 minuten hè, nu vanaf nu. Dus we hebben gewoon over 3 minuten weer een locatie. Wow, we hebben weer een nieuwe locatie, oude Meerlanden. Oh, dit is zo spannend. Dellertlaan. Dit is het winkelcentrum. Bij dit winkelcentrum moet Nicky weer van voertuig wisselen. Nou, gaat er nou niemand weg? Oh, dit weer! Hier was de laatste locatie in de buurt, hè? Ja, 100%. Ja. Het lukt Nicky maar niet om deze parkeerplaats te verlaten. Gelukkig heeft haar vorige lift een vriend die kan helpen, tegen 1 voorwaarde. Onherkenbaar. Ja, oké, let's go! Jij hebt een nieuwe locatie. Wijkerbaan 19, Beverwijk. Wijkerbaan terug, draai. Dit is de Wijkerbaan hier. Dit... Waar is dat? Welk nummer? Ze is nog steeds in die 19. Ze is dat zie gewoon... je. Hier gewoon... rechts, waar die bus in gaat. Gewoon snel, het zit in het winkelcentrum. Ja, we moeten daar naartoe. Daar is ze. Hierin? Ja, hier erin. Ze is hier. Dit is de Wijkerbaan, dat kan niet anders. Let's go dan. Ze is hier 1 minuut geleden gespot. Hebben jullie met een oranje pak gezien? Zo, ik ga hier links. Team Stuk weet Nicky weer niet te vinden, want ze is net op tijd van deze locatie vertrokken. Rij naar Uitgeest, naar station Uitgeest Cup. Het liefst een plek waar dus parkeerplekken, dus dat ze ons snel weer mee kunnen nemen. Ja, nou station. En haar GPS-locatie laat dat inmiddels ook aan Team Stuk weten. Oh, ze was hier gewoon. Ja, waar zit ze nu? Tolweg 4. Tolweg 4, dat is daar. draaien. Oké, hoe lang hebben we nog op de klok steken? Wil je niet weten, gaan we niet over hebben. Jawel, we moeten het nu weten. Als het nog bij een bepaalde tijd is en heeft zij nu een auto lift te pakken en ze mag 20 minuten in die auto zitten, dan weten we of het überhaupt nog zin heeft. Ja, nog 27 minuten thuis. Nicky zit weer veilig in een auto. Met zicht op de eindstreep. Mijn lieve vrienden zijn nu naar treinen aan het kijken, want ik bedenk me nu, als ik daar aankom en ik hoef nog maar een half uur en we pakken een trein van 20 minuten en we gaan nog 10 minuten... rennen voor mijn leven, dan ben ik er. Dan ben ik gewoon gewonnen. Sprinter om spoor 4. 6 over 5, dat is over 7 minuten ongeveer. De boys beseffen zich dat ze waarschijnlijk nog maar 1 kans hebben. Oh, wat irritant dit. Als ze nu een nieuwe lift heeft, zitten we 20 minuten in, dan moeten we dat punt hebben dat ze uitstapt. Bij het station krijgt Nicky nog een laatste tip mee. Wat is belangrijk is, er zit hier een voetgangstunnel. Ja.
En dan kom je aan die kant eruit. En dan moet je dus helemaal deze weg pakken met de auto en helemaal omrijden door het plan heen. En dan pas ben je daar, maar dan ben je al lang al weg. Weet je, dan ren je gewoon het plan. Uitstreken. Kut, keren! Hier, links! Meteen keren hier! Is het dichtbij? Nee. Niet? Nee, ze zitten naar het geest. Ze is daar wel rechtdoor gegaan. Ja. Oh, als ze nu de trein pakt uit Geest, jongen, dan vreet ik mezelf echt op. De trein, zwart. Ik heb nog nooit zwart gereden. Ik vind het doodeng. Maar dan hoeven we nog maar een heel klein beetje. Ik denk dat we voor de laatste keer moeten gaan rennen naar het station, man. Hoeveel? Nog 2 minuten, toch? Nou, 3. Dat is het gevaar. Nog 4 minuten hier wachten op de trein. 4 minuten. En hun hebben net een seintje gehad. Dus als hun hier binnen 4 minuten zijn, dan ben ik de Sjaak. Nikki is als de dood dat Stuk TV haar nu op het laatst toch nog weet te pakken. Zo eng. Ah, we gaan over 1 minuut de trein. Yeah. Over 1 minuut gaat er de trein. En die gaat naar Amsterdam Centraal. Rennen. Je kan hier uitstappen, dit duurt veel langer. Ik zou rennen. Ren naar die fucking trein. Kom op! Let's go! Ja, ik ga door. Ze mag niet de trein pakken, Pik! Ze mag niet! Daar staat de trein, komt eraan! Ja, ze staat. Stop! Hij stond nog helemaal niet! Nee, maar ze gaat die trein pakken! Hij mag niet de trein pakken! Oh, nee! Nee! Fuck! Nee! Nee, joh! Dit meen je! Ja, hier kom ik niet meer uit! Ja! Ja, de 100 meter! Oh nee! Nee! Ja, ik heb je! Ja! Nee! Woe! Ah! Ik heb je! So close! Ik heb hem! Ja! Lekker! Lekker dan! Yes! Nee! You got it! Jongens, ik heb iets voor jullie! Wacht even, dan heb ik ook nog iets voor haar! Hier blijven. Catch me if you can. Yes, we can. Dead. Terug naar de bias. Ik voel me zo genaaid. Oh, ik was zo dichtbij. Als ik die trein had, dan was ik weg. Dan well done, Thomas. Well done. Het was spannend. Ja, nu moet ik dus terug de cel in. Lekker gedaan, jongen. Lekker. Oh, dit is zo balen. Maar ik durf te wedden dat niemand dit had verwacht. Dat ik zo lang weg bleef. Ik ben best wel trots op mezelf, toch wel. Het is Nikki Tutorials niet gelukt om 4 uur lang uit handen te blijven van Team Stuk. Maar als eerste vrouw heeft ze wel mooi een tijd van 3 uur en 32 minuten op de klok gezet. En daarmee staat ze trots bovenaan de jachtseizoenranglijst. Wil jij kans maken om door ons opgejaagd te worden? Download nu onze jachtseizoen-app. En wie weet gaan we op jou jagen. Ja, ik zie hem! Ja, hij zit erin! Speel het jachtseizoen met onze app en maak ook nog eens kans op handige jachtseizoen-gear. Hij zit erin! Weet jij het ontsnappen? Jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung.